Het is trainer Tom. We gaan het hebben over de sumo deadlift. En bij een sumo deadlift, als je wil beoordelen, dus eigenlijk wil testen, of je wel in de hele wijde stand kan, dan zou je moeten gaan zoeken naar de stand waarbij je de stang zelf kan vastpakken, terwijl je denkbeeldig doet alsof je er naartoe gaat. Dus als ik in een wijde voetenstand sta, dan kan ik helemaal naar beneden gaan. En dan grijp ik hier de stang beet en dan kan ik testen of ik de stang kan pakken zonder dat ik daar mezelf intrek. Dus normaal gesproken, als ik hier sta, dan kan ik hier naartoe. Maar dat heb ik al eens eerder getest, eigenlijk met actieve lenigheid, of ik daar zelf in kan komen. Dus als ik niet soepel genoeg ben hier, dan kun je je voorstellen dat je daar doorheen moet en dat je jezelf forceert. En dat je met heel veel kracht eigenlijk in die rekbeweging begint. En om het veilig te maken is het dus belangrijk dat je zelf bepaalt hoe wijd je kan bij de startpositie. Dat kan je op twee manieren oplossen. Het kan zijn dat je de schijf op een verhoging plaatst. En dat je dan toch bij de stang kan komen in een veilige startpositie. Of je gaat iets smaller staan en dan kom je minder diep in je heupen. En dan kan je waarschijnlijk ook makkelijker bij die stang. Dat is een hybride deadlift. Dus nu sta ik eigenlijk niet helemaal in sumo, maar kan makkelijker bij de stang. Als ik zelf naar beneden ga, dan komen mijn handen zelfs er voorbij. Dus voor mij is dit een hele makkelijke deadlift eigenlijk. Dus of je zet de stang hoger, of je gaat in een smallere stand. En misschien zelfs voor mensen die hele stijve heupen hebben, is de oplossing om hybride te staan en de schijven op een verhoging te hebben om een veilige deadlift te kunnen maken in een wijde voetenstand. Dus nog één keer, in mijn geval, als ik actief in deze positie kan komen en daarbij de handen bij de stang kan brengen zonder al te veel stretch, dan kan ik ook keurig in deze positie een deadlift doen. Dus als we veilig en verantwoord een sumo deadlift willen doen en je wil beoordelen in welke stand je dan kan starten of welke hoogte voor jou geschikt is, is dit mijn tip. Ga er naartoe alsof je de stang in je handen hebt en ga er net zo lang naar beneden tot je de stang vast kan pakken. Goed, dit was de tip van trainer Tom. Het ging over een assessment, een beoordeling, of je in een bepaalde positie kan beginnen. Het heeft eigenlijk met lenigheid, mobiliteit te maken. Succes en tot de volgende filmpjes of video's op het kanaal van SportQuest. Sorry.